Eens per jaar worden kinderen die iets bijzonders hebben gedaan voor een ander uitgeroepen tot superhelden. Die kinderen krijgen een kinderliedje uit handen van de burgemeester. Maandag was het zover. Burgemeester Bruls had een oorkonde en een medaille klaar liggen voor kinderen uit de stad die een voorbeeld zijn voor anderen. Je laat eigenlijk zien dat hoe jong je ook bent, net zoals ouderen die een officieel lintje kunnen krijgen, dat ook kinderen vaak hele bijzondere dingen al doen. En dat is een hele leuke stimulans naar andere kinderen. En ik hoop eigenlijk ook een heleboel ouderen die denken van, hey, als een kind van 10 of 11 jaar als iets bijzonders doet, daar kan ik ook wel wat aan pakken. Hè. De kinderen werden met een smoesje naar het stadhuis gelokt. Onze moeders hadden gezegd dat we een nieuw paspoort moesten aanmaken. Maar dat klopte helemaal niet. Er was niemand van mijn klas. Ik dacht, wat is dit? Nou, ik zat op een bankje en ik werd mijn genoemd. En ik wist niet dat wij werden genoemd, want dat had ik echt niet verwacht. De superhelden hebben één ding gemeen. Ze zetten zich allemaal in voor anderen. Nou, wij hadden een inzamelingsactie gehouden voor Sint Maarten, voor het Rode Kruis. En daar hebben we €133,25 opgehaald. Ik heb wijkhelden gedaan al heel lang. Dat is dat je door de wijk gaat lopen met een soort prikker. En dat je dan vuilnissen zo in een tasje gaat doen. En dat dan naar de vuilnisbak gaat brengen. Want er zijn heel veel mensen die denken van, ik laat lekker iets liggen. Ze ruimen de andere toch wel op. De presentatie van het Lintjesfeest is al sinds het begin in handen van Jochem van Gelder. En hij heeft een belangrijke boodschap. Ik hoop dat vanaf nu, want vanaf nu kunnen de voordrachten eigenlijk weer komen voor de kinderlintjes 2018. Dus ik zou iedereen die kijkt willen zeggen, hou het in de gaten het komende jaar. In je directe omgeving of er kinderen zijn die op een bijzondere manier iets voor een ander doen. Een goed doel, de orkaan Irma of de wijk schoonhouden of wat dan ook. En geef dat door aan de gemeente Nijmegen. En wellicht zijn zij volgend jaar de superhelden. Ja!